Licht wordt altijd geassocieerd met succes en hoop. Diwali is synoniem voor het licht dat symbool staat voor het positieve in onze wereld. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi zaterdag aan de vooravond van de viering van Diwali. De grote nationale Diwali-manifestatie kon zaterdagavond na 2 jaar eindelijk weer eens worden gevierd op het Onafhankelijkheidsplein. Deze manifestatie is bedoeld om het Diwali-verhaal uit te beelden middels verschillende optredens. Volgens Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname De Kus, verliepen de voorbereidingen vanwege de economische situatie niet al te vlot. Je weet het, het land zit in een crisissituatie. We dachten eerst zou het lukken of niet lukken. Maar we zijn blij dat heel veel mensen, sponsoren, donateurs zijn ingekomen om dit festival te kunnen organiseren. Zelf de president heeft ons geholpen om toch dit activiteit te kunnen realiseren. Voor mij is het belangrijk dat we deze manifestatie organiseren en persoonlijk voor mij ook dat we moeten bidden. Kijk, Lakshmi Mata staat voor welzijn en welvaart, zei ik al. Dus we moeten bidden, allemaal bidden voor welvaart van ons land Suriname en welzijn voor elke burger. Dat is wat het belangrijkste is. Het hoogtepunt van de avond was het toevoegen van de ghee aan de Suriname dia door president Santokhi en zijn echtgenoot Melissa Santokhi Sinasheri. Het aansteken van de dia symboliseert voor het staatshoofd het verdrijven van onwetendheid, tweeslachtigheid en angst. En het licht laat inderdaad ook zien dat we allemaal gelijk zijn. Ras, kleur, cultuur en geloof doen er niet toe. Wij zijn allemaal gelijk. Een andere boodschap van Diwali is dat we in staat zijn om de meest ellendige situatie te kunnen veranderen door gebruik te maken van ons intellect. De laatste en meest belangrijke boodschap is dat kennis waardevol is en de moeite waard is om na te streven. Het aansteken van de dia tijdens Diwali symboliseert dit idee. Ik ben trots op Suriname, want ondanks alle perikelen hebben wij een mooi land. Een prachtig volk waar we vreedzaam naast met elkaar leven. We delen in elkaars culturen en we hebben respect voor de religie van die anderen. We vieren samen met elkaar alle hoogtijdagen. En mijn oprechte Diwali-wens aan u allen is dat een ieder op deze manier, alle zusters en broeders, met elkaar omgaat. Liefde, respect, hoop en compassie zijn universele waarden die ook onderdeel zijn van mijn Diwali-boodschap aan u. De avond werd afgesloten met een culturele Javaanse dans, voorgedragen door de dansgroep Sikarin Renos. Ook het publiek mag zoals gebruikelijk ghee toevoegen aan de Suriname dia.